Vrienden, Nederland is blij gemaakt met een verschrikkelijke dode mus. Ik heb nog nooit een mus werkelijk zo dood gezien als die het kabinet ons geleverd heeft. Want die kwamen dus zeg maar een dag of 10 geleden, was daar weer een of andere briljante geest. En die had bedacht om te laten lekken alvast dat het kabinet erover dacht om lekker te gaan versoepelen. Ja, nee, vanaf 21 april, dan zou het allemaal anders worden. De winkels gingen open en de terrassen gaan open en de avondklok die ging weg. Maar, oké, dat was om de boel alvast een beetje blij en de boel een beetje stil te houden in Nederland. Goed, lekker gelekt, maar toen begon het. De ziekenhuizen die begonnen gelijk alarm te slaan. Die zeiden, hoe kan je nou versoepelen? Hoe kan dat nou? De IC's liggen overvol. We hebben een enorme toestroom van patiënten. Hoe is het in godsnaam mogelijk dat jullie überhaupt aan versoepelen denken? En het kabinet toen, ja, die zeiden van oké, rustig aan. We gaan hier weer over nadenken. Dan doen we misschien die terrassen niet open. Nou zeg! En daar waren de, om de chaos nog groter te maken, de burgemeesters uit Nederland. En die riepen met z'n allen in koor. Nee, dat kan niet. De terrassen moeten juist wel open. Want anders gaan al die mensen in een bos zitten of in een park. En dan hebben we een puinhoop waar wij helemaal niet mee overweg kunnen. Dus doe in godsnaam die terrassen open. En toen, om de chaos nog groter te maken, toen kwamen die ziekenhuizen weer. En toen zeiden die ziekenhuizen weer precies het tegenovergestelde. En die zeiden van, ja, daar zijn we het mee eens. Die terrassen moeten open. Ja, want anders dan zitten de mensen maar thuis. En anders dan zitten ze toch bovenop elkaar in een park. Dan kan je ze beter gecontroleerd op een terras hebben. Dat is beter om besmettingen te voorkomen. Nou, hoeveel chaos en puinhoop wil je hebben, zeg, in één verhaal. Dan weer voor, dan weer tegen. Iedereen die duikelt over elkaar heen. Over de terrassen open, ja of nee. Maar goed, het is duidelijk nu. We hebben dus twee partijen. Dat zijn de burgemeesters en de ziekenhuizen. Die zijn voor de terrassen open. En alleen het kabinet, die weten het nog niet. En die zijn eigenlijk een beetje tegen. Nou, ik zou tegen het kabinet willen zeggen, kabinet, breng die dode mus weer tot leven. En zeg op de persconferentie, vanaf 21 april gaan de terrassen weer open.